Biotown. Hallo lieve mensen van Biotown. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dinsdagtip. Naast mij zit een Belg, heeft verder geen uitgebreide uitleg nodig. En vandaag kijken wij naar de Potato Clock. Ja, je kent hem wel van die hele oude irritante cartoons. Een klok gebaseerd op een aardappel. Alleen hebben wij geen aardappelen. Waarom de fuck zou je op een kantoor aardappelen hebben? Hebben we wel twee sinaasappels? Want op de achterkant staat, je kan het in principe gewoon met allemaal verschillende soorten fruit doen. Het kan zelf met een glas cola als de sinaasappels helemaal kapot zijn. Dus laten we het doosje even openmaken. Wow, dit is wel uber intens. Oké, als jij dit bekijkt, okay. Dan bekijk ik deze handleiding. Dit is alles wat erin zit. Aardappels niet bijgeleverd. Nee. Oké, er zit een complete uitleg in. Ik denk dat dit voor de cola is. Oh, er zitten wel bekers bij. Of hele grote shotglaasjes. Dat is net hoe je naar het leven kijkt. Oké. Iets. 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 Ik heb geen idee wat het is. Waarom hebben we deze jongen erbij gehaald? Ik denk het klokgedeelte. Het klokgedeelte, dat is wel heel handig. Hier. Als ze maar de klok wel bijgeleverd is. En dit verder hebben we eigenlijk alleen maar, maar ijzeren en koperen pinnetjes ofzo. Want ja, iedereen weet natuurlijk, wat we hier aan het doen zijn is een hele simpele redoxreactie. Gaat het open. Maar dat maakt niet uit. Oké. We hebben dus twee van deze. Deze koperen. Twee van deze. Geen idee welke stof dit is. Hoe gaan we dit doen? Oh, het is zink. Het is zink. Voor je informatie. Hier is de klok. Voilà. Dan. Dit vind ik zo schattig, hè. Dat is die Belgisch, zegt hij voilà. Ja, alleen amai. Oké. Ik ben echt niet technisch. We hebben een rode draad. En een zwarte draad. What the fuck is dit? Wat is dit? Ja. En what the fuck is dit? Oké. Voor mij moet sowieso in beide vruchten moeten één zink en één koper elektrode. We gaan gewoon even het stappenplan af gaan anders. Ja, het klinkt als een dit plan. Oké, dit gaat dus hier doorheen. Door deze. Je trekt eerst het plopje eraf, dat erop zit. Dan haal je dus het draadje door het gaatje heen. En dan komt dus de crème de la crème move. Draai hem om zichzelf heen. Dit metalen ding moet gewoon heel goed contact maken. Mm-hmm. Weet je wat we daarna doen, Cedric? Zeg het eens. Belg. Zeg het eens. Een stickertje erop, daar zijn de stickers voor. Aha. Dat is een slimje te zien. Ja, ik vind het nou niet echt een meester move of zo wat we hier doen, maar het schijnt te werken. Oké. Het zit heel wiebelig in elkaar, maar oké. We steken het en dan doen we aan de andere kant dus hier. Dit. Ah, oké. En nog een stickertje. Het is echt een kut ding. waarom zou je dit willen? Koop gewoon een normale klok, alsjeblieft. Dit is, eigenlijk wel, Deze zijn met elkaar verbonden. Nou, doen we eentje in de... Right. Zo, lekker goed dieper in. Zie je dat? Pam, zo erin. En dan doen we die andere. Said. Met alle agressie van de wereld. Pam, zo lekker diep. Voor mij zijn deze dingen echt flink verrot, trouwens. Dus of er nog stap 1 zit, is nog maar de vraag. Oké, dat is stap 1. Oké. Maar dat hoeft er nu nog niet in gestoken te worden. Het ruikt me helemaal naar sinaasappel ook in de hele studio. Voeg de black toe aan de zink. Dus dat is die. Dus nice. Deze op de zink. Ik doe het wel, doe jij het maar, professional, ja. En dan die andere dus op de koperen. Of bronzen of de whatever. Het is heel precies werk. Dit kun je alleen als je heel precies bent, zoals ik. En hij is bereid. Wow. Waarschijnlijk gaat het zometeen niet lukken en dan gaan we schreeuwen. Dus waarschijnlijk hoe we de video willen eindigen. Helemaal aan het kloten rondom dit kleine. Het fijne is, je kan die elektrodes gewoon gebruiken om ze alleen maar uit de sinaasappel te vissen. We denken tenminste dat het een sinaasappel is. What the fuck gaat dit erin? Ik kan jou ook niks laten doen, hè? Laat maar, ik ga wel gewoon naar volgende deze tip doe ik lekker in mijn eentje. Gewoon niet met een Belg is ook altijd een goede oplossing. Niet met een Belg is een. Zeg anders van wat Belgische dingen. Amai, Allee, Samson, Plop, K3. Doe eens een plop impressie terwijl ik dit doe. Ik kan geen plop impressie. Plopper de plop. Wauw. Nee. Ze hebben ook zo'n plopper de... Ah nee, dat was een klussen. Luier de lui. Ik word hier moe van. Ja. Ik word hier zo moe van, hè. De klok zou het nu moeten doen. Volgens mij moet hij om en om. Hoe doe je om en om? Oh ja, ik heb nu twee koper in die ene gedaan en twee zink in de ene. Ja, dit gaat niet werken, nee. Genius Belg. Okay. Belg saves the day. Hij doet het! Oh my god! Hij deed het bijna. Oké, hij doet het. We hebben stroom! Het is 18:88, seems legit. Dames en heren van Biotown. Ik had het haast niet geloofd, maar hij levert de voltage. Oké, dan. Eigenlijk is het gewoon hele simpele scheikunde, maar ik had niet verwacht dat wij het konden doen, zeg maar. Nee. Hoe laat is het inderdaad? Ik snap er niks van. What the fuck met die stickers nu op? Niemand weet het. Oké, doei.
Hoe laat is het? Het is 14:30. Maar voor dit ding is het 18:00. Kun je dat aanpassen ofzo? Ja, lees de handleiding. Hoi mond! Nou, ik weet niet hoeveel we hiervoor betaald hebben. Hoeveel hebben we betaald? 10 euro? Dat is 10 euro te veel. Want wat je krijgt voor 10 euro is letterlijk een verkrekt klein klokje. Met 2 stroomdraadjes. Je zou letterlijk zelf een klokje kunnen kopen. Verder krijg je 2 zinken en 2 koperen stukjes metaal. En je krijgt 3 draadjes. Voor dat geld kun je ook gewoon andere dingen doen. Hey, cola. Cola! Oké, oké. Halen ze er weer uit. Er stond trouwens op, pas op, high voltage. Ik ben bang dat we nu doodgaan, zeg maar. Ik zit om de cola op te drinken. Doe het erna maar. Oké. Okay. Of doe het nu maar. Oké, kijk jij eens aan? Jij bent de België. Ja, oké, dus als ik doe het, is het niet erg. Nee. Dat hebben we doen. Oké, de klok staat nu weer uit. Wow. Amazing. Gaan we een hybrid maken van een sinaasappel en een cola? Ja, dat kunnen we wel doen. Half sinaasappel. Waarom half cola. De klok is nog zijn laatste spastische trekjes aan het doen. Oh ja, sure. De klok doet het opeens weer. Haalt het dus weg bij die cola. Wow. Wow, de tafel klinkt al genoeg. Wacht, haal nog eens van elektrode eruit uit die andere sinaasappel. Kijken of je dan wel stopt. Ja, hij stopt nu. Ja. Oké. Okay, nice. Tot steeks in de cola. Iets naar een laag. Vanmorgen kan je niet raken. Ja, yep. Vanmorgen kan je niet raken. Oh. Het werkt! Woo! Wow! Mind is blown. Science, bitch. Yes! Stop de cola in je mond en dan stop je die elektronen erbij. Doe het. Nee, fuck off, mate. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van de Dinsdag Tip. Moet je dit kopen? Nee, nee. Jury is ondertussen aan het bedwelmd zijn van de sinaasappelgeuren. Hij gaat best lekker uit. Oh. Dankjewel voor het kijken naar deze van Dinsdag Tip! Volgende week dinsdag een nieuwe Dinsdag Tip die hopelijk iets minder hard zuigt. Later!